jumping. Het gaat beginnen, jongens. Echt serieus. Het is vandaag dinsdag. En morgen is dus de officiële start van Jumping Maassluis. En dan beginnen ze met dressuur. Ik denk, ik laat even zien hoeveel werk er hier verricht wordt. Hier staan nu nog paarden. Zo, daar. En die paarden, die staan er straks niet. Want hier komen parkeerplaatsen. Dus dan wordt dit allemaal even opengezet. Nou, de vlaggen hangen er al. Je ziet al dat dat alle reclameborden inmiddels ook al opgehangen zijn overal. Dus die zie je hier. Zo. En dan zijn echt alle hens aan dek. Wordt overal gebouwd, gemaakt. Kijk, normaal staan hier. Ik moet even dit raam ook open doen. Ja. Normaal hebben we hier een fietsenstalling en een brommerstalling. Nou, die zijn dus ook weg. En nou ja, er staan allerlei wagens al. Ik neem even jullie mee om te laten zien wat er allemaal al gebeurd is. Oké, dit zijn gewoon paddocks. Hier wordt ook straks gesprongen of ingesprongen, dat weet ik niet precies. Maar straks zijn het geen paddocks meer. Maar wordt dit een spring iets. Dat is op zich wel anders dan vorig jaar. Je mag zo mee, Sterretje. Sterretje is daar, die is buiten. Je moet natuurlijk herstellen. Dus is pech, mag ze alleen in de paddock en niet in de wei. Nou, dan gaan we nu naar de dressuurringen. Ik ga jullie even omdraaien. We hebben eerst woensdag dressuur. Dus we hebben dressuurringen in plaats van springringen op dit moment. En de voorbereidingen zijn in volle gang. De eerste tent staat er al voor het middenstuk. En daar hebben we ook dressuurringen. Ja. Dus ik ga even naar de rest. Nou, er zijn dit jaar ook prachtige olijfboompjes. En we hebben nu witte juryhokjes. Die ken ik ook nog niet. Dan zie ik ze wel eens ergens anders. Maar eigenlijk nooit hier. Dus dat is wel spannend. Eens even kijken. Ja. Oh, dat is openluchthokje. Nou, dan zit daar de jury, denk ik, straks. Er komt vast nog wel een stoel te staan. Oké. Nou, daar hebben we zelfs een heel scherm waar je waarschijnlijk alles op kan volgen. Dus dat is ook wel een hele happening. Dat is anders dan anders. Anders dan vorig jaar. Dus ik denk dat we daar op de wedstrijden kunnen volgen. En hierboven hebben we ook al tenten staan. Ja. Nou, hier kunnen dan de tentjes, of hoe noem je dat? Hier komen de winkeltjes, denk ik. Steentjes, geef het een naampje. Mooie witte tentjes, puntdak, hartstikke leuk. En hier nog meer. We hebben hier nog meer dressuurringen. Dus we hebben drie dressuurringen dan. 1, 2, 3. Nou, hallo! Dus hier komen dan de dressuurwedstrijden. Hier zijn onze eigen hokjes. Er zijn wel veel hokjes ook. Dus het zijn wel hele bijzondere dressuurwedstrijden, want hier heb je gewoon een extra hokje nog. Op wie zit jij nou? Romeo. Op Romeo. Daar hebben we Fa, die is aan het oefenen voor de... Nou, ik ben eigenlijk niks aan het oefenen. Ze is niks aan het oefenen, ze is gewoon aan het rijden. Nou ja, oké. Maar goed, hier komen dus de dressuurringen. En de tentjes. Mr. Ed is er ook al. Ja, de paarden hebben wat minder uitzicht momenteel. Sommigen hebben een meter uitzicht, anderen kunnen nog net tussendoor kijken. Dat is dan ook wel weer geinig. Buxusjes. Volgens mij is het gewoon hartstikke nep. Maar ja, het blijft mooi. Ben je er wel klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, ja. En heb je er ook zin in? Heel veel. Kijk. Heel veel zin in. We gaan morgen eerst dressuur doen. Eerst dressuur, ja. En daarna krijgen we 3 dagen springen. Nee, ja, we gaan morgen dressuur met het hoge niveau. Ja? Met zet, alles hoger dan de zet. Ja? En dan donderdag gaan we aan de ene kant met de basis. En aan de andere kant met de manegeruiters. Ook leuk. Dus de manegeruiters krijgen ook de kans om een rondje te rijden. Met de manegepaarden en ponies. Dressuur? Nee, springen. Springen, precies. Ja. Springen. En dan vrijdag en zaterdag is het de beurt aan de ponies van de KNS. Punten springen. En zaterdag en zondag is het de beurt aan de paarden van de KNS. Donderdag hebben we natuurlijk de demonstratie van IJsbrand Chardon. Ja. Die is donderdag, dus dat is wel heel erg leuk om
om te zien. Ja, en weet je ook hoe laat die is uit je hoofd wel af? Om 2 uur. Om 2 uur ijsbrand Charon. Nou, helemaal goed. Gaan we kijken. Ja, toch? Ja. En heel veel bloemetjes. Dat maakt de boel een stuk gezelliger. En dan zijn we boven. En hier hebben we dus de tenten. Van waaraf je dus naar het springen kan kijken of dressuur, net wat je leuk vindt. En een grote bar. Heel veel stoelen, dus je kan nog zitten ook. De dames zijn het hier al aan het uitproberen. En vanuit hier heb je dus prachtig uitzicht over de dressuurringen. En dan vanaf donderdag springen. Nou, dit zie je natuurlijk gewoon bijna nooit. We hebben een discobal in de bak. Er is namelijk een besloten feest zaterdag. En vrijdagavond en zaterdagavond. Vrijdagavond voor de kindertjes en zaterdagavond voor de grote mensen. Dus we hebben hier allemaal verlichting nu. Gewoon in de bak. Check dit dan. Dus dat is wel bijzonder. Dus ik ben heel benieuwd. En weer terug naar Sterretje. Ik ga haar lekker binnenzetten. En deze video voor jullie editen, zodat je kan zien hoe de voorbereidingen van Jumbo's Luister uitzien. Die beginnen dus morgen woensdag. En dan kunnen jullie elke dag een vlog verwachten van de gebeurtenissen van die dag. Dus morgen beginnen we met de dressuur. Donderdag springen, vrijdag springen, zaterdag springen, zondag springen. Heel veel springen. Maar we gaan er leuke vlogs van maken. En Kimmetje die doet donderdag en vrijdag mee met Henja. En dan zondag heeft ze nog de carouselwedstrijden, maar die gaat ze zelf vloggen. Dus dat kunnen jullie misschien bij haar nog wel zien. En ik ga kijken of ik bij Kim even de GoPro om kan doen, zodat je mee kan op haar springparcours. Voor nu bedankt voor het kijken. Ik zie je heel graag de hele week bij Jumping Mesluis. En tot morgen dan maar. Oh, wel zo. We hebben deze week heb ik wel een kleine weekvlog. Want het meeste is natuurlijk Jumping Mesluis. En alles, zeg maar, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag krijgen jullie dan een video. Dus dan komt er geen ander soortige video. Dus we krijgen allemaal Jumping Mesluis. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doeg!